Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. Run. Wat houdt dat precies in? Dat is een trip van 3000 kilometer en dat gaat door 7 verschillende landen. We gaan van Hardenberg naar Barcelona en dan wordt er kruis dus die 7 landen en we rijden voor Kika. Jullie rijden voor Kika. Nou, voor de mensen die het niet weten, bijna iedereen zal het weten, wat houdt Kika in en waarom doen jullie het voor Kika? Nou, we doen het voor Kika, dat is kinderen kankervrij. Nou, in de familie een paar gevallen gehad van kanker en in die omgeving hoor je er veel over. En daarom gekozen om voor het goede doel te gaan rijden. Oké, en we staan nu bij jullie auto, Ernst. En hij zit vol met plaatjes van sponsoren. Hoe zijn jullie aan al die sponsoren gekomen? Sommigen hebben het zelf aangeboden. En via Twitter. En we zijn bij bedrijven langs gegaan met de auto. En dan lieten we de sponsorbrief zien en het goede doel uitgelegd. En natuurlijk Team Middelstum. En nou, dat was bij de een was het in één keer raak en de andere die... Die hoeft het niet zozeer. Dus we hebben ook sponsors. We gaan maandag weg, begreep ik, Wouter. Ja, maandagmorgen van 9 uur in Hardenberg, dan start het. Dan moeten we ruim voor tijd aanwezig zijn. Dus we gaan alle vroegte gaan we maandag weg. En dan hopen we vrijdag in Barcelona te komen. Vrijdag in Barcelona en heb je dus 3000 kilometer gereden? Ja, als de auto het gaat halen, dan gaan we 3000 kilometer rijden. Ja, want in het voorgesprek zei je al iets. Hè? Het zijn bijzondere auto's. Die auto's mogen niet duurder kosten dan? €500. En deze was 450. En van die €50 die we dus overgehouden hebben van budget, gaat dus naar Kika. Okay. Moesten jullie nog veel aan de auto opknappen of was het allemaal in één keer al klaar? Nou, we hebben de auto bij sponsor Autobedrijf Jager op de brug gehad. We hebben dus de remblokken achter moeten vervangen, remvloeistof en de airco is gecheckt. En de complete auto is nagekeken. En voor de rest, ja, de auto prima in orde. En we hebben hem natuurlijk aangekleed met stickers en een leuke boelbar zoals je hiervoor ziet. En achterop een reservewieldrager. Oké, super. Is het een groot evenement? Doen er veel mensen naar mij of is het echt kleinschalig? Het is voor mij dit jaar 5e editie. En zijn 550 deelneembewijzen verkocht. En nou, ik denk, ja, wij zijn met z'n tweeën in één auto. Maar er zijn ook auto's dat doen 6, een busje of zoiets. En er zijn ook wel 3 of 4. Dus ze gaan er vanuit 2.500 man die er meedoen. Oké, en zijn het Nederlanders of zijn er ook mensen uit andere landen die meedoen? Nou, met name Nederlanders. En wat je ook heel veel ziet is met name de noordelijke provincies. Die doen er met name aan mee. Oké, nog één keer die mooie naam. Hè? Corbett's Run. Waar gaat die naam over? Waarom heet het zo? Nou, het is Corbett's. Normaal gesproken schrijf je het met een G van afval. En een auto voor €500 maximaal. Dat kun je zeggen dat is afval. Dan de Volvo natuurlijk niet zoals deze. En daar hebben ze een leuke woordspeling van gemaakt met de C van car. En daarom heet het Corbett's Run. Okay. En alle deelnemers die hier aan meedoen, doen die allemaal mee voor een goed doel of hoeft het niet beslist? Nee, het is niet beslist. Alleen, kijk, wij hebben een uitdaging en de drive en nou ja, het goed doel, wat Wouter net al zei, dat vonden we zo goed. Dus die hebben we daaraan gekoppeld. En ik denk dat 1 op 10 of zo voor een goed doel heeft gekozen. Oké, mooi. En jullie maken er vandaag alvast een klein feestje van, begreep ik. Want we staan hier bij Vitanova, de biertap staat klaar. Ook van elk verkocht biertje gaat... 50 cent naar Kika. We hebben ook afgesproken dat jullie ons gedurende de reis op de hoogte houden, hè? Ja, dat klopt. Elke dag gaan we even een berichtje naar jullie toe doen. Zodat de website voor jullie nou, een mooi berichtje kan plaatsen. En dat iedereen inmiddels dan weet wat we aan het doen zijn. Oké, okay. Kunnen mensen die op onze site kijken ook nog iets schenken, geven? Hoe gaat dat? Hoe willen we dat doen?
Ja, jullie hebben meerdere berichten al geplaatst. En daar is ook een link naar onze social media kanalen en ook website. En op de website daar staat ook echt de sponsorbrief digitaal. En daarin staat ook een rekeningnummer vermeld. Super. Hoeveel geld hopen jullie bijeen te rijden met deze auto? Nou, we hebben nu ongeveer een inkomst van 4000 euro al bij elkaar. En nou, het zou mooi zijn als we een bedrag van 2500 euro minimaal zouden kunnen overmaken. Ja, het hangt echt van de auto af, hoe beter die is. Ja, en zelf sponsoren natuurlijk ook heel groot hieraan. Dus we gaan er mooi bedragen van maken. En vooral tijdens de rit. En dan kunnen mensen ook nog steeds hun bedragen overmaken. Geweldig. En als jullie in Barcelona zijn, de auto daar laten staan met het vliegtuig terug? Nee. Dat staat in het reglement. Als wij de auto erachter laten, dan komt die hoe dan ook weer bij ons. En de bijbehorende kosten zijn ook voor ons. Dus ja, of we moeten hem verkopen, net zoals iedere particulier dat gaat doen. Maar ik denk als hij heel goed blijft, dan gaat hij gewoon weer mee naar volgend jaar. Oké, dus volgend jaar weer? Ik hoop er wel af. Oké, nou, we wensen jullie een hele fijne rit, een hele veilige rit. En wij blijven graag op de hoogte. Goed, komt goed. Dankjewel. Gaan we doen, bedankt. Oké, dank je.